Hallo, leuk dat je weer kijkt naar deze video. In deze video gaan we jullie iets meer vertellen over de Cabe Travel Master Imperial 860 LGW van modeljaar 2022. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. We beginnen bij deze camper aan de zijkant. Wat we hier zien is de garage van deze camper. Hier kun je ook aan de binnenzijde van de deur zien dat er een centrale deurvergrendeling op zit. Dus met één druk op de knop kun je alle luiken afsluiten. Dan hebben we hier de 2x 130 ampère AGM Mastervolt accu's. Het elektronisch hart van deze camper. Daarboven zien we de Dometic inverter die de stroom omvormt van 12 volt naar 220 volt. Hieronder hebben wij de ingebouwde hoge drukpomp van de camper netjes weggewerkt. En hier zien we aan de zijkant de hoofdstroomschakelaar. Deze kun je omzetten om de camper spanningloos weg te zetten. En hier heb je de schakelaar voor het standaard gemonteerde zonnepaneel wat erin zit. Gaan we even de garage van de andere kant bekijken. Ook zien we hier weer de mooie achterwand van de Cabe campers. Hij is gemaakt van kunststof, is hagelbestendig. Het is eigenlijk puur optisch. Achter de wand is gewoon een vlakke aluminium plaat. Zonder dat daar koude bruggen in zitten. En uiteraard ook alles voorzien van LED-verlichting. Aan de andere kant van deze garage vinden we de standaard buitendouche. De regelen via het bedieningspaneel aan de binnenzijde van de camper. Dan hebben we hier de kachel. Het is de Alde 3020. Gecombineerd met de Alde vloeistof warm water vloerverwarming. En ook weer in te stellen in twee zones. Dus je kunt het woonkamergedeelte apart regelen van het slaapkamergedeelte. Dan hebben we in het midden van de garage nog een opbergvak. En hier aan de onderkant, daar zien we de waterleidingen lopen. En de blauwe kleppen die erop zitten, dat is om elektronisch het water te legen. Zo. Natuurlijk is de garage ook verwarmd. Je ziet ook rondom de leidingen lopen, zodat alles wat in de garage is ook niet kan bevriezen of op temperatuur blijft. Dan hebben we hier aan de zijkant de hoofdstroomaansluiting en de uitlaat van de kachel. Aan de andere zijde hebben we de mogelijkheid om twee gafflessen in te zetten, 5 of 10 kilo. Makkelijk is dat je het ook kunt draaien middels het draaiplateau, zodat je makkelijker een fles in en uit kunt halen. Uiteraard is dit ook geïsoleerd aan de binnenzijde. Je ziet hier ook een lekkage-indicator zitten, die ervoor zorgt dat bij ondichtigheden daar een luchtbelletje in komt te zitten. En natuurlijk heeft deze de duwcontrole erop zitten, wat het mogelijk maakt om ook onder het rijden het gas te gebruiken. Dan hebben we hier de welbekende uitreklades. Je kunt makkelijk de kunststofbakken erin zetten, je kunt het ook weer doorschuiven. Zo kun je wat makkelijker de spullen opbergen. En weer mooi weggewerkt in de dubbele bodem. Dan hebben we hier de vuldop om de vers watertank te vullen. En hier vinden we het uitrekbare, verwarmbare skivak. Waar je heel makkelijk spulletjes in kunt opbergen. En zo kun je hem nog ondersteunen. Skis, zijflappen, schoenen, maakt niet uit. Daarnaast is het ook zo dat de radiator boven de skibak langsloopt. Dat zorgt ervoor dat alles wat in de droogbak terechtkomt ook automatisch weer droog wordt. Hier hebben we aan de zijkant de vuldop voor de diesel. De instap met een elektrisch uitrekbare
opstaphulp. Wat mooi is voor Kaber is dat Kaber werkt met een ALDE verwarmingssysteem. Wat ze helemaal rondom door de camper heen verwerken. Zo kunnen we hier ook zien aan de binnenzijde, langs de deur, dat hier een radiator achter zit. Die ook de cabine verwarmt. Zelfs de vloerverwarming loopt helemaal door tot in de cabine. Dan komen we hier aan de voorkant. Het eigenlijk wat opvalt zijn de mooie verzonken busspiegels. Die mooi verwerkt zijn binnen het design. Natuurlijk standaard bij Mercedes de LED dagrijverlichting. Ook de LED koplampen zijn aanwezig. Het mooie van de camper is dat hij een eigen neus heeft. Dus hij heeft ook een eigen identiteit. En natuurlijk zit hier de 170 pk motor in van Mercedes-Benz. Dan zien we hier de zijplaat van de camper. Die is bedrukt, dus het is niet verwerkt met een sticker, maar het is echt een print wat erin is verwerkt. De verzonken inlegramen van Dometic. En hier de buitendeur van het merk Hartal. Het is echt een stevige deur. Hoor maar, als je hem dicht doet, dan zit hij ook echt dicht. Het is net een afgesloten kluis. En hier naast de deur hebben we ook een vakje. Waardoor we weer een uittreklade hebben met deze mooie kunststof bakken. Zo. Laten we eens een kijkje nemen binnen in deze mooie camper. Zo, dan zijn we aan de binnenzijde van deze prachtige camper. Hier vinden we de Riante rondzit. Het is eigenlijk de 860 heeft de grootste rondzit in het complete modellenprogramma van Kaber. Plek voor twee gordels achter en natuurlijk twee voor. De tafel staat op een los zuilhefstatief die je natuurlijk in alle kanten kunt bewegen. Zo. Alles is gemaakt van echte materialen wat je ziet. Zo kun je ook zien dat dit gemaakt van echt leder. Dit is de Madison bekleding, dat is de grijze variant. In totaal heb je drie verschillende keuze aan ledersoorten. Lopen we even naar de voorkant, laat ik jullie de cabine eventjes zien. Hiervoor in de cabine zien we het besturingssysteem van Mercedes-Benz. Standaard is dat het M-Bug systeem. En alle mogelijke opties die zijn aangekruist bij Kaber in de standaard uitrusting. Denk hierbij aan achteruitrijcamera, telefonie, DAB Plus radio, noem maar op. Alles zit erop, Bluetooth. Wat het fijn is dat het een touchscreen paneel is. Dus je swipet heel makkelijk door het menu heen. En het werkt erg prettig moet ik zeggen. Dan hebben we hieronder de Climatronic. Standaard is natuurlijk de airco verwerkt in de camper die je in gescheiden zones kunt instellen. De ontwazeming. Hieronder zien wij een knop voor het legen van het afvalwatertank. Op het moment dat je boven de put staat druk je op de knop, alles gaat vanzelf. De stoelventilatie die in de voorstoelen zit. Verwarmbare spiegels. Start knop van de motor. Met een start-stop systeem wat verwerkt is. Dan zien we het mooie met leder afgewerkt driespaak stuurwiel. Hiermee kun je ook door het minuutje heen swipen. Wat makkelijk gaat. De cruise control kun je hiermee instellen. De telefonie en het volume van de radio kun je instellen. En ook het stuur is weer in hoogte en diepte verstelbaar. Aan de rechterzijde daar vinden we de schakelknop voor de verlichting, voor de buitenverlichting en ook het automatisch aangaan van de lampen. Standaard op de Imperial is verwerkt het nivelleringssysteem van Alco. Dus met één druk op de knop zetten we de camper stabiel en helemaal waterpas. En ook voor het legen van de afvalwatertank kun je hem nog ietsjes hellen. En dat gaat allemaal volledig automatisch. Dan heeft de deur een elektrische raam erin zitten en je hebt hier nog een knop waarmee je het in kunt stellen of je de opstap in en uit wil laten komen. Zo, lopen we even een stukje verder in de camper. Dan zien we hier in deze kast dat hier een televisiebeugel is verwerkt. Hier kan een 24 inch televisie in gemonteerd worden die je aan de onderzijde eruit kunt laten komen.
Alle kasten zijn voorzien van dubbel scharnierwerk met een automatische pushlock sluiting. Aan de bovenzijde hier vinden we het hefbed. Dit hefbed dat is naar beneden te doen via een knop op het bedieningspaneel. Het gaat ook weer volledig elektrisch. Ik laat hem een stukje naar beneden komen voor het idee. Uiteraard kun je de stoelen draaien en dan eventjes neerklappen. En zo. Ook een leuk detail is dat je op het bedieningspaneel, draai je eventjes om, de jaloezieën elektrisch naar beneden kunt laten komen. Je kunt hem ook vanaf de onderzijde omhoog laten komen, dus dan zit je erin. Kijk je wel naar buiten, maar mensen die voorbij lopen, die kijken er niet in. En zo, laat ik hem even naar boven weglopen. Het is gemaakt van plissé. En zo. Draaien we eventjes door, vinden we hier het grote aanrechtblad. Aanrechtblad is van koriander, het is echt een dikke massief soort. Hier vinden we de ingebouwde prullenbakjes. Uiteraard zijn alle laders voorzien van een soft close sluiting. En een leuk detail is dat hier ook nog een snijplank in verwerkt zit. Onder het rijden kun je, of tijdens het rijden eigenlijk zeg maar, kun je de laders ook vergrendelen met een knop op het bedieningspaneel. Je hoort het ook, alle laders zijn vergrendeld. Dan kunnen onder het rijden niet meer open gaan. En zo. Dan hebben we hier ook de spoelbak met een eventueel snijplank. Afdekking van de spoelbak. 3-pits gastoestel met een elektrische ontsteking erin. En ook standaard zit er een afzijkap in verwerkt. Nou, je hebt aan de bovenzijde ook nog voldoende opbergruimte. Mooi is ook, alles is van de wand afgemonteerd. Dus het is beter voor de ventilatie en het rammelt eigenlijk niet of nauwelijks. Dan hebben we hier aan de andere zijde hebben we het expansievat zitten van de vloeistofverwarming. En een ingebouwde standaard wifi router. Hier vinden we de grote tech tower, voorzien van koelkast, vriezer en een gasbakoven. De koelkast kan op 220 volt, 12 volt en op gas gebruikt worden. Lopen we even door. Komen we hier in de slaapkamer. Standaard zijn alle kabelmodellen voorzien van pocketvering matrassen met een extra topper erop. Deze indeling heeft twee gescheiden bedden, maar je kunt hem natuurlijk ook door middel van hier een stukje uit te trekken, het bed vergroten om er één groot bed van te maken. Ook is een Imperial standaard de camper voorzien van elektrisch verstelbare hoofdeindes voor de bedden. Achterin zien we ook een bewegingssensor zitten, dat is voor het alarm. En ook verwerkt zijn twee luidsprekers, zowel voor als achter. Wordt er muziek afgespeeld. Hierboven in het dak, daar vinden we nog de smart ventilator. Je kunt hem openzetten en je kunt hem lucht laten aanzuigen of laten afzuigen. Ook zien we hier de standaard ingebouwde rookmelder. En hier in de 860 heb je aan weerskanten nog mooie opbergkasten. Bij de leg kunt er plankjes uithalen, kun je er ook een hangkast van maken. De badkamer van de 860 variant bevindt zich in het midden. Aan deze kant hebben we de vaste douchecabine. En aan de andere zijde hebben we het toilet. Je kunt de deur helemaal openzwaaien, zodat je het gelijk af kunt scheiden vanaf de voorkant. En een heel leuk detail is natuurlijk standaard in alle Imperial campers het Cinderella verbrandingstoilet. Het verbrandingstoilet is een toilet wat zijn inhoud verbrandt. Bij gebruik stop je hier een puntzak in. Je drukt op het knopje doorspoelen. Eigenlijk is het geen doorspoelen, maar de klep gaat open. De puntzak komt in de verbrandingskamer. En in de verbrandingskamer wordt die puntzak verbrand. Onder het verbranden kun je ook nog het toilet gewoon gebruiken. En eigenlijk alles wordt opgevangen in deze bak. En die aslader die moet je ongeveer legen. 1 keer bij de 90 keer gebruiken. Zo. Geen water, geen vloeistoffen. Functioneert perfect. En natuurlijk ook in de badkamer hebben we de standaard
elektrische handdoekdroger. Zo, dan kun je eigenlijk ook zien dat de airco verwerkt is in het plafond. Kan zowel koelen als verwarmen. En hij heeft ook nog mooie LED-verlichting rondom de airco zitten. Hier vinden we een 40-40 luik. En hiervoor vinden we het grote midi-heki luik. Wat ook weer afgewerkt is met mooie materialen. Het is een zachtere stof met LED-verlichting. Ook het plafond van deze camper is bekleed en de zijwanden zijn bekleed. Het neemt vocht op, het isoleert veel beter en het is geluidsdempend. Dus ook tijdens het rijden hoor je minimale bijgeluiden. Dan kunnen we hier nog even kijken nemen in het bedieningspaneel. Dit is het centrale regelsysteem van de complete camper. In het hoofdmenu kun je de verlichting bedienen, de pompen kun je aan en uitzetten en de verwarming kun je aan en uitzetten. Bij het volgende minuutje kunnen we hier de temperaturen instellen, zowel van de woonkamer als van de slaapkamer. Dan hebben we hier het infomenu voor de indicator van de schoonwatertank en de vuilwatertank. Het automatisch legen van de vuil of de afvalwatertank, een tankvulalarm, autodrain, het zit er allemaal standaard in. Dan hebben we hier de instellingen voor de airco. Die kun je laten draaien op de gewenste snelheid of automatisch dat hij zichzelf aanpast. Temperatuur kun je instellen. Hier kunnen we een stukje stroomverzorging kunnen we nog zien. De inhoud van de huishoudbatterij en van de autobatterij. Het huidige verbruik. Het ampère kun je nog instellen. Hier kun je ook zien wat het zonnepaneel bijlaat. En de algemene instellingen. Hier kan ik een uur over vertellen. Dat ga ik nu niet doen. Maar dat laat ik jullie graag zien in een andere video. Zo, leuk dat je gekeken hebt naar deze video. Wij hopen iets meer informatie te hebben gegeven over dit fantastische model. Mocht je nou vragen hebben of hem een keer in het echt willen komen bekijken. Je bent van harte welkom bij de Greven in Graven.